Lokeren thuis vandaag, een superbelangrijke wedstrijd. We moeten die winnen. Dat zit dus op 6 punten. 6 levensbelangrijke punten met nog 9 matchen te gaan dan. Het is superbelangrijk dat we winnen vandaag. Een echte derby, een echte kraker vandaag. Ik ben er klaar voor, je hoort het al. De rest ook. We gaan er een prachtige wedstrijd van maken. En tot straks. Yo. Wow, nog even wachten, want eerst komen er nog een paar pronostiekjes. 2-1 voor Beveren. 3-1 voor Beveren. 2-1 voor Beveren. 2-0 voor BB. 2-0. En 3-1. Ik denk 2-1. Ik denk ook 3-1. Maar ik schat Beveren 2-1. Ik denk 2-0. Wat een eerste helft. Het is 1-0 aan de rust en dat is dik, dik, dik verdiend. Of ja, dat is toch mijn mening. Maar wat vonden jullie van de eerste helft? Ik vind dat Beveren momenteel de betere ploeg is. Ja, je ziet dat de laatste weken toch wel een opwaartse spiraal is. Ik vind eigenlijk Beveren vandaag heel sterk. Het is lang geleden dat we eigenlijk dat nog eens gezien hebben. Toen mij deugd om ze zo nog eens te zien spelen. Ja, dat is waar. Dat klopt. We mogen stilaan ook beginnen dromen van die 9 op 9. Ja, het zit eraan te komen. Maar hoe kan dat? Hoe komt het dat wij nu ineens wel kunnen winnen? Omdat er waarschijnlijk wat meer vertrouwen in de ploeg zit. Andere trainer, misschien andere visie. Vertrouwen is alles, hè. Vertrouwen is alles. Je wint eens een keer tegen Club Brugge en laat ons hopen dat de trein tegen Antwerpen daarna, dat de trein vertrokken is. Hè. Het staat nu 1 tegen 0. Gaan we die voorsprong behouden? Ik denk dat ze nog meer gaan maken. Okay. Ik denk dat Beveren momenteel wel de veel betere ploeg is. Qua kansen en zo. Ik denk 2-0. We geloven erin. Thank you.
9 op 9. Thuis gewonnen van Lokeren met 2-1. En dat was meer dan verdiend. We sturen ze met niks naar huis. Of ja, met niks. Met een paar blauwe plekken en heel wat boetes. Maar dat is onze zorg helemaal niet. Dus whatever. Wij winnen thuis van Lokeren voor het eerst. En dat is een geweldig gevoel. De spelers die hebben er alles aan gedaan. Die hebben alles gegeven. Net zoals jullie supporters. Jullie waren fantastisch. Oorverdovend. Zo heb ik het zelden meegemaakt. Het was echt een fantastische ervaring. Donderdag spelen we uit in Anderlecht. En ik zie eigenlijk niet in waarom we daar ook niet zouden kunnen winnen. 12-12 zou echt een droom zijn. Maar hoe mooi zou het zijn. Ik geloof erin. Het kan echt gebeuren. Ik ga hier de video afsluiten. Ik wens jullie hele prettige feesten en een heel gelukkig nieuwjaar. Ik bedank jullie voor alle mooie woorden, voor al het kijken, voor alle reacties. Jullie zijn echt fantastisch. Bedankt voor alles en tot de volgende. Ciao.